Wederom zitten we in de Sassenpoort, de tussenpoort van de gemeente Zwolle. U kent hem wel, de Sassenpoort de brug over, onder de poort door de Sassenstraat in. Maar zover heeft Erik Ziens, het Tweede Kamerlid uit Den Haag, niet hoeven te lopen. Goedemiddag, Erik. Goedemiddag. Ik heb eens even gekeken, hè. En dan ga ik ook terug, omdat we toch in een oude poort zitten. Je bent niet voor bruine bonen, hè? Nou, inmiddels bid ik wel voor bruine bonen, bij wijze van spreken. Maar goed, het symbool van Drenthe, ons Bartje, zeggen we dan altijd, die wilde destijds niet bidden voor bruine bonen. Maar ik begrijp je vraag. Ik heb vroeger meegespeeld in de tv-serie Bartje. Ja, was je daar het qua jongetje? Ik speelde daar de Groninger boerenzoon. En die Groninger boerenzoon was er uiteindelijk de oorzaak van dat de vader, moeder en het hele gezin van Bartje in het armenhuis terecht kwam. Aha. En dat armenhuis, hè? Waar stond dat? Nou, ik kan me niet helemaal meer herinneren waar die opnames gemaakt zijn. Ik vermoed dat het toen in Zuid-Laren was, maar zeker weten doe ik dat niet meer. Nee, en na die periode heb je natuurlijk de scholen afgemaakt die je moest doen. En toen werd je ondernemer, hè? Dat is correct, ja. Ja. Dus, met andere woorden, je weet alles van het MKB. Ik denk dat ik er heel veel van weet, maar ik leer nog elke dag. Want ook als Kamerlid heb je 3 dagen dat je in Den Haag bent en 2 dagen, maandag en vrijdag, dat je in het land kunt zijn. Dus ook vandaag ben ik weer op pad geweest. En vandaag was ik in het mooie Oud-Marsum en ben daar op bezoek geweest bij een kerftabakfabriek. En dan denk je natuurlijk, wat is dat? Daar maken ze check. Ja. Ja, dat klinkt logisch. Ja, sterker nog, het is heel logisch. Is logisch. Ja. Nou, maar dan heb je in een hele oude kern gezeten. En dan kom ik meteen bij een punt waar jij je ook druk over hebt gemaakt. En dat vind je in Oud-Marsum denk ik ook weinig. Een oude kern, gezelligheid, spontaniteit, terrasjes, ja, noem maar op. Weinig winkelleegstand, denk ik. Wat ik ervan begrepen heb, is daar niet veel leegstand, omdat ze daar heel veel toerisme hebben. Met name in de zomermaanden is het daar echt zo druk dat je over de koppen kunt lopen. Veel horeca, veel toerisme. Kortom, eigenlijk de leegstand is daar niet zo'n heel groot probleem. Nee. Nou kom ik dus even terug op een eerder bezoek wat ik bij je heb mogen brengen in Den Haag. En daar hebben we het ook over de leegstand gehad. En daar is uit voortgekomen dat er een ladder plus is. Hoe zit dat nou precies? Want ik heb Clemens Cornier horen roepen in het Gelderse dat men geen uitbreidingen wil in de Schillen en bij grote boulevards en noem maar op. Wordt die ladder nou uitgevoerd of zijn er nog provincies die een beetje slapen? Ja, er zijn provincies die dat nog niet echt toepassen. Het heeft ook vaak te maken met de kracht van de provincie, maar ook de urgentie die er inmiddels is ontstaan in bepaalde steden, in gemeentes, qua leegstand. En dan is maar net hoe zo'n provincie daarmee omgaat. Je hebt provincies die zeggen, nou ja, we hebben nog wel ruimte, of ze reageren niet echt op signalen vanuit die gemeentes. Het heeft ook vaak te maken met het feit dat er misschien een wethouder naar de gedeputeerden toe gaat en zegt, kijk, maar ik kan werkgelegenheid binnenhalen, vierkante meters. En dat dan op dat moment zo'n gedeputeerde denkt, nou, het zal wel, misschien kan het er nog wel bij. Maar het zijn allemaal foute keuzes. Ja, is dat dan het belang om grond te verkopen? Dat belang speelt wel vaak, niet altijd. Je ziet dat het ook vaak te maken heeft met onwetendheid. Er komt of een projectontwikkelaar, of er komt een partij die toch vierkante meters wil gaan inrichten. Ik kom zelf uit Assen. Daar liggen plannen voor een zogenaamd factory outlet. Dat willen ze buiten de stad plaatsen. Ik vind het zelf een onzalig plan. Maar dan zie je toch dat er toch over en weer belangen gewisseld worden met elkaar. En dan toch wordt er een besluit uiteindelijk genomen in de gemeenteraad om eraan mee te werken. Ja, maar dat Assen heb ik ook een beetje gevolgd. En dan zie je in Steenwijk wil men ook zoiets. Ook 30.000 vierkante meter. En dat denk ik, men is elkaar een beetje aan het overroelen. En als ik dan hier in de provincie kijk, ja, in deze prachtige hoofdstad Zwolle, de provinciehoofdstad met het provinciehuis. Maar je kijkt naar Almelo, je kijkt naar Hengelo, je kijkt naar Enschede. Ja? Krijgen we niet te veel van alles? Ja, heel simpel. Op dit moment in Nederland hebben we voor 55 miljoen mensen aan vierkante meters winkelruimte. En we weten hier met elkaar, met goed verstand, dat we geen 55 miljoen mensen in Nederland hebben wonen. Dus er is ongebreideld gebouwd de afgelopen jaren. Vierkante meters toegevoegd aan steden, aan gemeentes, etc. Er is gewoon te veel. Er moet ingedikt worden. Ja.
En dat beseft men nog niet. Ik merk dat bepaalde steden inmiddels de handschoen opgepakt hebben. Vanuit Den Haag wordt er een regie gevoerd middels de retail agenda. Dat hebben we een paar jaar geleden op de kaart gezet. Er worden nu ervaringen gedeeld. Er is een man op pad gestuurd om convenanten te sluiten met gemeentes. En door middel van die convenanten gaat men ervaringen uitwisselen om te kijken waar het wel goed gaat, waar het niet goed gaat. Hoe je met bestemmingsplannen kunt gaan sturen. Hoe je kunt gaan kijken dat je een centrum weer indikt, kleiner maakt. Kortom, allerlei zaken worden uitgewisseld. Maar een van de belangrijkste dingen, denk ik ook, dat je stadscentra levendig gaat houden, is bijvoorbeeld dat je wat soepeler omgaat met wet en regelgeving. Ja, en wij hadden eerder een gesprek met Remco Bak, jou waarschijnlijk wel bekend. Ja. En daar hadden we ook het over waanzinnige broeren. Die verkocht een flesje wijn bij een boek. Ja, geweldig. Ja, ja. Dat is teruggefloten door de rechter. Ik heb het gisteren allemaal mogen aanhoren. Ik kreeg het keurig netjes per mail al toegestuurd, deze informatie. Kijk, dat zijn van die dingen, daar moeten we dus in Den Haag wat aan gaan doen. Want de wet en regelgeving is op dit moment zo ingericht dat die rechter niet anders kon dan dat hij moest doen volgens de wet. Dus dat betekent dat we die wet moeten gaan aanpassen. Ja, maar dat past dus niet in de retailagenda die Kamp heeft gedaan, waar Zwolle voor getekend heeft. Het klopt helemaal. Alleen in die retailagenda, daar heeft met name ook de Koninklijke Horeca Nederland niet in meegetekend. Vanwege juist dat feit dat er een passage in de drank- en horecawet staat die in feite de zogenaamde mengvormen, blurring noemen we dat met een moeilijk woord, maar ik hou het maar op mengvormen, eigenlijk onmogelijk gemaakt worden. Omdat daar juist in staat dat een horecabedrijf bijvoorbeeld alleen maar eten, drinken, sigaretten, condooms en er is nog maandverband geloof ik mag verkopen en verder niets. En dat bijvoorbeeld op dit moment wel zaken aan de orde zijn dat er een kopje koffie geserveerd mag worden. Maar eigenlijk zou het zo mooi zijn dat je combinaties hebt zoals in Zwolle met Waanders die ook een flesje wijn verkoopt. Maar dat betekent dus dat die drank- en horecawet, dat die passage eruit moet. Dat je simpelweg je moet houden aan die drank- en horecawet op dat punt. Ja, dus ik begrijp het goed. Jij vindt dat ook dat die beide regelgevingen tegen elkaar botsen op dit moment. Wat ga je er aan doen? Heel simpel, daar ben ik al mee bezig. Ik ben in de voorbereiding om de drank- en horecawet, die volgend jaar geëvalueerd wordt, om daar alvast een initiatiefnota in te dienen. Sterker nog, eigenlijk een initiatiefwet, dat we die wet zo aanpassen dat die absurde passage, die ergens uit de 1930 of zo stamt, die eigenlijk toen bedoeld was om te voorkomen dat mensen die hun salarissen uitbetaald kregen in het café, dat ze daar spullen gingen kopen. Nou, dat is allemaal al lang niet meer zo. Dus het is een passage die erin gekomen is om die reden. Die passage moet er gewoon uit. Ja. Maar ik heb nog een enorme tegenstand wat dat betreft. Met name uit de linkse hoek van deze samenleving die van mening is dat we dan weer iets gaan creëren waar weer meer drank gekocht kan worden. En daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om mengvormen, het gaat om beleving, het gaat om ja, verlevendiging van een binnenstad. Wat ga jij voor de provincie Overijssel betekenen dat de Ladder Plus wordt aangepakt? Nou ja, het enige wat ik daarvoor kan betekenen is dat ik de boodschap kan uitstralen dat men voorzichtig moet zijn met het uitdelen van nog meer vergunningen voor vierkante meters en toevoeging aan winkelruimte. Maar per saldo, laat ik eerlijk zijn, dat is geen rijkstaak. Het is een taak die voldragen kan worden en volbracht kan worden in een gemeente in combinatie met de provincie. Dus ja, ik kan er wel wat van vinden, ja, maar ik heb daar geen zeggenschap over. Nee, maar je begrijpt heel goed, de burger die denkt, er is wet gemaakt, de Ladder Plus, en niemand houdt zich aan de wet. Maar als ik één stap over de streep zet, dan word ik gepakt. Nee, maar kijk, als we een wet hebben, betekent dat iedereen zich aan de wet dient te houden. En op het moment, als je je niet aan de wet houdt, en het gaat bijvoorbeeld om overheden, ga je naar een bestuursrechter. Dus het is een heel simpel verhaal. Op het moment dat men zich daar niet aan houdt, kan men naar de bestuursrechter en kan men daar een ingreep doen laten plegen. Alleen het gaat er nu om dat je de provincie ook zover ziet te krijgen dat ze gewoon alert zijn om deze wet toe te passen. Ja, nou ik denk in de eerdere gesprekken die ik ook met je heb mogen houden, dat we elkaar goed scherp houden. En het is hier in de provincie natuurlijk heel mooi, want er zit iemand van uw eigen club die dat in de portefeuille heeft. Misschien is het een idee om haar een keer te bellen en te zeggen, meid, voer die wet nou even uit en zorg dat je de bende scherp krijgt.
Toch? Ja, nee, dat is één van de opties. Spreken we dat af? Ik spreek hier af dat op het moment als er sprake is van een uitbreiding van vierkante meters en jullie constateren dat dat een volstrekt verkeerd besluit zal gaan worden of zal gaan zijn, bel mij en ik leg het contact. Nou, kijkers, u heeft het gehoord. Als het zover is en u heeft een vraag, dan geven wij zijn geheime nummer niet aan u door. Maar desalniettemin, hartstikke bedankt ja, dat jij dit toch voor de provincie wilt oppakken. Met alle liefde. Want ik heb ook een gesprek met je gehad in Hengelo. Dat is correct. Sterker nog, daar zijn we volgens mij nog in een rijtuigje langs de lege panden gereden. Ja, ja. Kijk, en weet je wat wij voor ogen hebben? Dat als de binnenstad van Zwolle opviert, dan nodigen we jou hieruit. En dan rijden we in een rijtuigje onder deze verschrikkelijke mooie poort. Rijden we door en dan kunnen we jou een bruisende binnenstad laten zien. Ja? Waar je graag naartoe komt in plaats van zo'n outletcentrum wat allemaal twee keer van hetzelfde wordt. Die afspraak staat. Mag ik je bedanken voor dit gesprek? Graag gedaan.